Goedenavond. Het Borculo College in Voorburg stond bekend als betrokken en veilig. Toch werd er vanmiddag een 15-jarige scholier doodgestoken. Op het schoolplein werd hij in zijn nek geraakt. We gaan naar Lidwien Gevers bij de school in Voorburg. Het politieonderzoek hier op school is nog in volle gang. Maar de politie zegt nog niks over wat eventueel de aanleiding geweest kan zijn voor de steekpartij. Veel scholieren die we hier de afgelopen uren spraken zeggen allemaal dat er een ruzie aan vooraf is gegaan. Sporenonderzoek enkele uren na de steekpartij. Het was middagpauze en veel scholieren zagen wat er gebeurde. Ik hoorde dat iemand neer werd gestoken, dus ik keek achter me om. En die jongen was heel erg aan het bloeden, maar hij had zelf niet door dat hij aan het bloeden was. Nou, en ik zag het spoot er soort van bijna uit en het lag op de grond. Nou, en toen is hij naar binnen gelopen, dat heb ik gehoord. Het slachtoffer? Ja, het slachtoffer is toen naar binnen gelopen en is toen flauw gevallen. Ik zag een jongen en hij pakte iets uit zijn jas. Het was een mes of iets anders. Ja. En toen? En toen kwam die jongen bloedend naar hem en mij toe. En toen zei hij, meneer? Jawel, naar hem en mij. En toen zei hij, help. En toen ging hij naar de lerarenkamer. En toen heeft de leraar hem geholpen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed korte tijd later. De dader ging er vandoor, achterna gezeten door een aantal leerlingen. Hij werd ingerekend door de politie. Het is een jongen van 16 uit Rijswijk. Is er beeld van de steekpartij? Er zijn beelden op school. Die beelden worden momenteel bekeken. Die worden ook door onze experts veiliggesteld. Of daar iets op te zien is, dat weet ik momenteel nog niet. Maar die betrekken we uiteraard bij ons onderzoek. De burgemeester van Voorburg bezocht de school om het personeel een hart onder de riem te steken. Dat wil je als ouder niet meemaken. Dus ik begrijp dat heel goed. Ik begrijp dat daar ook een enorm verlies geleden is. Ik denk dat wij met z'n allen nu daar heel veel steun en compassie bij moeten hebben. Lidwien, hoe kan het dat een leerling op die school een mes bij zich had op het schoolplein? Ja, dat vraag je je inderdaad af. Ik sprak hier vanmiddag een moeder die twee kinderen hier op school heeft gehad. En die zei, mijn kinderen hebben zich hier altijd zo verschrikkelijk veilig gevoeld. Maar ik heb ook jongens gesproken tegen wie ik zei van, schrik je daar nou niet van, hè? Dat er zomaar jongens op school rondlopen met een mes in hun zak. En toen zeiden ze tegen mij, nou dat vinden we eigenlijk volstrekt normaal, want die lopen er hier wel meer rond. Dus ja, voor zover wij weten hebben ze hier geen detectiepoortjes. Het is ook de vraag of dat iets geholpen zou hebben, want de steekpartij die heeft zich buiten de school afgespeeld, op het schoolplein. Dus misschien moet je de conclusie wel trekken dat incidenten zoals die zich hier hebben voorgedaan, dat die gewoon niet te voorkomen zijn. Lidwien, dankjewel. Ja, het leek beter te gaan met de economie. De crisis zou bijna voorbij zijn. Maar nu staan veel seinen toch weer op oranje. Wereldwijd laten de beurzen vandaag een forse daling zien. De AEX in Amsterdam dook zelfs onder de psychologische grens van 400 punten. Eerder waarschuwde het IMF voor een nieuwe recessie in de eurozone. En die vrees wordt alleen maar versterkt. Nu ook de motor van Europa, de Duitse economie, hapert. De Duitse consument geeft minder uit en de export daalt flink. Hier bij Lichtgitaar in Stadloon voelen ze de polsslag van de wereldeconomie. Van deze rollen staal maken ze industriële vloeren. Voor klanten in 60 landen. Ruim 1100 werknemers. Een bedrijf zoals er veel zijn in Duitsland. Als ze aanvangen te rekenen, etwas großzügig met 5 medewerkers en gaan bis 1500 medewerkers, zijn dat circa 3 miljoen bedrijven die neben den Großunternehmen, die jeder op de wereld kent, het rückgrat der deutschen Wirtschaft zijn. En zoals bij veel bedrijven voelen ze het tij keren. Ich bin in den letzten 2-3 Jahren sehr optimistisch gewesen. Ich bin noch zum Jahresende 2013 sehr optimistisch gewesen. Ich bin auch heute nicht völlig pessimistisch. Ne? Aber ich sehe eine gewisse Verschärfung der Situation, ein gewisses Abfallen der Nachfrage bei unseren Kunden. Bei unseren Kunden. Noch nicht bei uns, aber bei unseren Kunden. Und mit Zeitverzug wird uns das treffen. Andere wurden auch getroffen. Het Duitse bedrijfsleven kreeg in augustus bijna 6% minder bestellingen binnen dan een maand eerder. En dat is de sterkste daling sinds het begin van de crisis in 2009. Het hart van de Duitse industrie, de machinebouwers, zij zagen bijna 9% minder producten van de band rollen.
En bij die Duitse neergang groeien de twijfels of een Duits herstel Europa er bovenop zou kunnen helpen. Vor 10 jaren waren wir noch der kranke Mann in Europa. Jetzt sollen wir mit unserer Wirtschaft die wirtschaftlichen Probleme in Europa zu lösen. Das werden wir nicht schaffen. Dafür ist Deutschland in Europa zu klein. Die strukturellen Probleme einiger Länder Europas, beispielsweise in Frankreich, in Italien, auch in Spanien, in großen europäischen Ländern, diese strukturellen Probleme sind hartnäckiger, als wir dachten. Ja, naar verwachting stelt de Duitse regering volgende week de groeiverwachtingen voor dit en voor volgend jaar naar beneden bij. Ja, de paus, VN-chef Ban Ki-moon en de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Ze werden allemaal genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs van de Vrede. Maar vanmiddag bleek de prijs naar twee anderen te gaan. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014... is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children and children's right to education. Children must go to school, not be financially exploited. Ja, met de prijs wordt de strijd voor de rechten van het kind dus beloond. De beide winnaars willen dat kinderen overal ter wereld onderwijs krijgen. Jongens en meisjes. En niet gedwongen thuis zitten of achter een lopende band staan. Veel opwinding en blijdschap, want hier hadden ze er niet op gerekend. Al meer dan 25 jaar voert de 60-jarige Kailash Satyarthi strijd in India tegen kinderarbeid. En vandaag krijgt hij voor die strijd een van de hoogst denkbare onderscheidingen. I strongly feel that this is a big honor to hundreds of millions of the children who have been deprived of their childhood and freedom and education. So it's a big challenge. And this will help in our fight against child labor and child slavery globally and particularly in my own country. Maar het gevecht van Satyarthi is niet voor niets geweest. Met bevrijdingsacties onder zijn leiding zouden bijna 80.000 kinderen uit handen van uitbuiters en slavendrijvers zijn gered. Bij Malala was het een kwestie van tijd voordat ze weer een prijs in ontvangst mag nemen. Ze werd vorig jaar al als grote kanshebber gezien, maar heeft dus een jaartje moeten wachten. De nu 17-jarige Pakistaanse zet zich al jaren in voor onderwijs voor meisjes in Pakistan. Maar ze kreeg pas wereldwijd bekendheid nadat de Taliban in 2012 wraak op haar hadden genomen. Op weg naar school werd Malala door een Taliban-lid door het hoofd geschoten. Maar ze overleefde de aanslag en werd zo een boegbeeld voor het recht op onderwijs voor meisjes. Het contrast tussen de twee winnaars kan niet groter zijn. Een oudere man en een jonge vrouw. Een Indiër en een Pakistaanse. Een moslim en een hindoe. Maar toch voeren ze al jarenlang eenzelfde strijd. Een strijd tegen onderdrukking van kinderen en jonge mensen en voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Honderden, misschien wel duizenden mensen kijken in de Syrische stad Kobani de dood in de ogen. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft het op zich gemunt. Volgens een speciale gezant van de VN moet er snel iets gebeuren. Zo moet buurland Turkije eindelijk in actie komen en Koerdische strijders doorlaten die de grens over willen om te vechten. Want luchtaanvallen alleen zijn niet genoeg. IS heeft nu een derde van Kobani in handen. Daar, aan de andere kant van de heuvel, gebeurt het. Daar woedt een strijd op leven en dood tussen Koerden en IS. Vele honderden burgers, bejaarden veelal, zitten er vast en dreigen volgens de VN afgeslacht te worden. Hence, our appeal to Turkey to take some specific additional actions to stop the advance of ISIL. Net over de grens kijken Turkse tanks toe en zien hoe Kobani brandt. Amerika wil dat de Turken in actie komen tegen de gevaren van de terreur die ook hen bedreigen. Maar Turkije blijft op afstand. De Turkse gelatenheid leidt tot steeds grotere woede onder de Koerden in Turkije zelf. Ze willen dat de regering hun broeders in Syrië te hulp komt. Op zijn minst willen de Koerden toestemming om zelf mee te vechten in Kobani. Turkije weigert, wat de afgelopen dagen leidde tot bloedige demonstraties. Er vielen meer dan 30 doden. Aanhangers van de Koerdische PKK en hun tegenstanders schieten met scherp op elkaar. En op de politie, die met automatische wapens onder vuur werd genomen. 3 agenten kwamen om het leven. Gece boyu İçişleri Bakanımızla bütün gelişmeleri bizzat takip ettik.
olayın olduğu andan itibaren gerekli talimatlar verildi. Ve bu işin failleri konumundaki teröristler biliyorsunuz bir iki saat içinde cezalandırıldılar. De politie doodde 4 verdachten. Terroristen. Het woord valt weer. De Koerdisch-Turkse spanningen nemen toe. We gaan naar Lucas Waagmeester in Turkije aan de grens met Syrië. Ja, Lucas, eerst eens even over Kobani. Hè. Tenminste 700 Koerdische burgers zitten vast in die stad. Wat weet jij over hun lot? Nou, de mensen die wij spreken in Kobani, die hebben het zelfs over een paar duizend burgers die daar nog zitten. Hè. Een klein groepje dat niet weg wil. Dat zegt ik kom hier vandaan en kom er maar halen. Maar een grote groep die inderdaad niet weg kan. Ouderen bijvoorbeeld, zij zitten meer en meer in de val. De mogelijkheden om weg te komen nemen echt heel erg snel af. Die VN-gezant die trok vandaag de vergelijking met Srebrenica. De stad, als het straks hier gebeurt dat die stad valt en de hele wereld staat toe te kijken, dat is dan nog tot daar en toe. Maar als we straks met z'n allen staan toe te kijken, al 3 weken lang, hoe meer dan duizenden burgers weer opnieuw hier worden afgeslacht. Ja, dat zou natuurlijk een immense blamage zijn. Puur en alleen omdat het politiek en diplomatiek nou eenmaal niet lukte om een oplossing te vinden. Ja, intussen protesteren al die Koerden in Turkije. Het gaat er fel aan toe. Heeft Turkije al die loskomende emoties nog wel in de hand? Het was juist de afgelopen jaren relatief heel rustig, hè, hier in het zuidoosten van Turkije, in de Koerdische gebieden. En nu zien we groepen zelfs onderling die elkaar te lijf gaan. Linkse Koerden, sympathisanten van de PKK, die bijvoorbeeld in gevecht zijn met streng religieuze Koerden, met Koerdische islamisten, kun je zeggen. Een hele mix van etniciteiten, van religieuze groepen die ook in Syrië met elkaar aan het vechten zijn. Die gaan hier op straat in de steden, hier in het zuidoosten van Turkije, elkaar te lijf. Het is als het ware alsof de oorlog in Syrië hier in Turkije op dit moment naar binnen slaat. Dat is wat we de afgelopen 3 nachten hier zien gebeuren. En het enige wat die emoties allemaal weer tot bedaren kan brengen is denk ik niet zozeer politie en leger optreden. Maar is eerder gewoon dat die strijd in Kobani, die gruwelijke strijd die daar op dit moment gaande is, dat daar een oplossing voor wordt gevonden, dat die stopt. Lucas, dankjewel. De familie De Mol heeft een nieuwe dreigbrief gekregen. Volgens de politie is de brief van dezelfde afperser. Die dreigt al een jaar lang het gezin van Linda De Mol iets aan te doen als haar broer John niet miljoenen euro's betaalt. Ook in de nieuwe brief. Daarin doet de afperser toch wel zijn eisen aanscherpen. En worden er toch weer bedreigingen geuit, onder andere aan het adres van Linda De Mol en haar kinderen. Het bekende verhaal, zeg maar. Nou, in ieder geval gaan wij er wel van uit dat we met dezelfde afpersers of persers te maken hebben. Een meevaller voor ambtenaren en leraren. De pensioenpremie gaat volgend jaar omlaag. De totale pensioenpremie daalt met 3,7%, waardoor ze meer geld overhouden en de koopkracht stijgt. Ambtenarenpensioenfonds ABP kan dat doen door een akkoord dat werkgevers en vakbonden hebben gesloten. Bij het grootscheepse bevolkingsonderzoek naar darmkanker is het eerste halfjaar de ziekte bij 763 mensen ontdekt. Bij bijna 4000 mensen werden gevorderde polypen gevonden die kunnen uitgroeien tot darmkanker. Aan het onderzoek met een zelftest deden bijna 130.000 mensen mee tussen de 55 en 75 jaar. En voor het eerst zijn in Afrika mensen ingeënt tegen ebola. 3 medewerkers van de gezondheidsdiensten in Mali kregen het vaccin toegediend. Het is een experimenteel vaccin dat tot nu toe alleen buiten Afrika is getest. De eerste testresultaten worden eind november verwacht. Het duurt daarna nog maanden voor het vaccin beschikbaar is. In totaal zijn nu 8400 gevallen van ebola geregistreerd. Tot nu toe zijn ruim 4000 mensen aan de ziekte overleden. Het kabinet wil de export van uitkeringen naar Marokko beperken. Marokko verzet zich daar al jaren tegen, maar Nederland zet nu toch door. Omdat de Nederlandse uitkeringen daar naar verhouding veel te hoog zijn, vindt het kabinet. De uitkeringen van mensen die in Nederland hebben gewerkt en nu in Marokko wonen, zijn geregeld in een verdrag. En dat wil Nederland nu opzeggen. Wat ik ook vaststel is dat waar betreft de sociale zekerheidsuitkeringen, de bepaalde uitkeringen in Nederland die bedoeld zijn als een aanvulling op het inkomen, daar de hoogte hebben, zo'n beetje van een volledig maandsalaris. Ik vind dat niet redelijk. Ik vind het redelijk dat je die uitkering moet kunnen aanpassen aan het prijsniveau van het land waar de ontvanger van die uitkering woont. Ja, wat gaat er nou precies veranderen?
Door het opzeggen van dat verdrag gaan er geen nieuwe uitkeringen meer naar Marokko. Dat geldt niet voor de AOW. Daar verandert niets aan. De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden helemaal gestopt, ook in bestaande gevallen. Maar als het verdrag stopt, dan komt er ook een einde aan de controle op uitkeringsfraude. Marokko controleert dan niet meer of mensen met een uitkering in Nederland een huis of spaargeld in Marokko hebben. Het leven in Nederland is duur en de uitkeringen zijn daarop aangepast. Maar in Marokko vallen diezelfde uitkeringen hoog uit, meent het kabinet. Omdat de kosten van levensonderhoud daar veel lager zijn. Dan is het vreemd als mensen die uitkering ontvangen buiten de Europese Unie daarmee veel meer verdienen dan de gemiddelde inwoner in dat land. Ik vind het redelijk dat je een uitkering die bedoeld is om je levensonderhoud te kunnen voorzien ook kan aanpassen aan dat niveau. Via wetswijzigingen probeerde het kabinet de uitkeringen van Marokkanen te verlagen. Maar die spanden met succes rechtszaken aan. Dat vind ik een beetje hypocriet. Kijk, mensen hebben hier gewoon volledig belasting betaald. En ik vind dat ze recht hebben om overal heen te gaan waar ze willen met hun rechten. En die rechten zijn vastgelegd in een verdrag. En Marokko weigert al jaren om dat verdrag aan te passen. Ik heb daar de afgelopen jaren allerlei pogingen toe gedaan om daar alsnog in een onderhandeling uit te komen. Dat is helaas niet gelukt. En nu? Dus nu hebben we besloten om de opzegging van het verdrag in gang te zetten. En dat is een verregaande stap, omdat Asscher nu werkt aan het stopzetten van uitkeringen. In ieder geval als het gaat om nieuwe gevallen en bijvoorbeeld kindregelingen. En daarmee zet hij de relatie met Marokko onder druk. Het is heel belangrijk dat de vriendschappelijke relatie met de Marokkanen overeind blijft. Wij zullen daar ook de komende dagen de situatie goed monitoren. Maar er is geen garantie dat die relatie zo goed blijft als die is. Maar we doen er wel alles aan. Grote zorgpunt is dat de bekoelde relatie met Marokko ook gevolgen kan hebben voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme. En we gaan naar Ron Vrees in Den Haag. Ja, aan die maatregel zitten dus ook risico's. Ja, en die kunnen wel eens groter zijn dan de voordelen. En in dat geval zou het kabinet in de eigen voet schieten, zoals dat heet. Kijk, het voordeel ziet iedereen wel, dat je uitkeringen stopzet die helemaal uit verhouding zijn en die mensen rijker maken. Maar wat als je in ruil daarvoor geen fraude meer kan bestrijden of criminelen daar niet meer kan aanpakken of de handelsrelaties te onderlijden? Ja, wat heb je dan behalve die opbrengst van een paar miljoen? Ja, dat is dus waar Marokko mee dreigt. Ja, en Nederland weet op dit moment niet of dat serieus is, of ze dat ook echt gaan waarmaken of niet. Ze hopen natuurlijk dat Marokko ook uiteindelijk het belang ziet van een goede samenwerking, maar ze weten het niet. En als het kabinet het doorzet, is er dan ook politiek nog een probleem? Een probleem niet echt. VVD en Partij van de Arbeid zijn hier wel erg verdeeld over. De VVD is voor. Partij van de Arbeid zegt stopzetten van uitkeringen gaat te ver en de prijs die we betalen is te hoog. Maar ze hebben ook met elkaar afgesproken dat ze hier geen problemen over gaan maken. En er is een Kamermeerderheid voor met andere partijen samen met de VVD. Dus dan kan die maatregel zonder dat er politieke problemen door ontstaan wel gewoon doorgaan. Dus die maatregel gaat door? Ja, maar ook daar moet je weer een kanttekening bij plaatsen. Want het kabinet heeft dit besluit vandaag ook genomen omdat ze de druk op Marokko extra willen opvoeren. En ze hopen natuurlijk dat er nog steeds onderhandeld kan worden over een andere oplossing. Zodat ze uiteindelijk niet in hun eigen voet hoeven te schieten. Ron Vrezen in Den Haag, dank je. James Bond zijn, spannende avonturen beleven als geheim agent op exotische locaties, in snelle auto's met onwaarschijnlijke gadgets. Het is voor velen een jongensdroom. Niet voor niets is het de meest succesvolle filmreeks aller tijden. Maar iedereen kan zich nu een James Bond wanen. In de Kunsthal in Rotterdam. Ja, het lijkt heel wat zo'n James Bond film, maar in wezen is het verhaal van echt elke Bond film zo verteld. James gaat naar M en krijgt een opdracht. Dan naar Q, die hem de laatste gadgets geeft. Hij ontmoet zijn vijand en een Bondgirl. Raakt in problemen, maar de gadgets van Q komen goed van pas. En uiteindelijk belandt hij in de armen van een bovengemiddeld mooie vrouw. Om daar een film van 2 uur van te maken, is nogal wat aankleding nodig. En die is te zien op deze tentoonstelling. Verklapt zo'n tentoonstelling ook een beetje het geheim van de film? Maar dat wil iedereen weten. Daarom is het goed. Dat is juist leuk. Natuurlijk is er een Aston Martin. En van alle kanten schitteren de beelden en schettert het geluid. Bond. James Bond. Maar het kleine is minstens zo leuk. De Golden Gun uit The Man with the Golden Gun is gemaakt uit een sigarettenkoker, een pen en de trekker is een manchetknoop. Er zijn storyboards en allerlei voorwerpen uit films.
De tentoonstelling was al in 5 andere steden te zien. Maar voor Rotterdam zijn er wat Nederlandse dingen aan toegevoegd. De jurk van Famke Janssen. Zij was Xenia Onnetop. Die zie je hier. Die is speciaal voor de tentoonstelling toegevoegd. En we zijn natuurlijk super trots als Nederlanders dat zij zo'n prachtige schurk heeft neergezet. De kracht van James Bond is dat er voor iedereen wel wat in zit. Actie en romantiek. Spanning en humor. Een charmante man, een mooie vrouw. Er waren al boeken, er is een grote serie films. En eigenlijk is het best logisch na al die jaren. James Bond, de tentoonstelling. Ja, James Bond eindigt altijd met een Bond girl. Wij met Peter Kuipers-Munneke. Nou, dankjewel. Daar kan ik het alweer mee doen. Goed, waar gaan we het eens over hebben? Het weer lijkt me een goed idee. En laten we eens kijken naar de dag van vandaag. Die zag er op veel plaatsen goed uit met een blauwe lucht. Het was bij ons rustig weer. En morgen dan wordt dat eigenlijk alleen nog maar beter, omdat dan de wind die er vandaag nog wel was echt wat gaat liggen. Nou, goed weer was er zeker niet overal. Dit is Nîmes in het zuidoosten van Frankrijk, waar vanochtend door overvloedige regenval de rivieren buiten hun oevers traden. En niet alleen daar, maar ook in het noorden van Italië, in Genua bijvoorbeeld, daar liepen de straten ook onder en hadden ze te maken met flinke overstromingen. Nou, dat noodweer dat zien we ook op de kaart van Europa. Hier in het zuidoosten van Frankrijk zien we flinke buien liggen. Die horen bij een heel groot lage drukgebied dat zich uitstrekt over het noordwesten van Europa. En ook morgen zijn ze daar nog niet helemaal van die bewolking af en van die regenval. Want hier zien we opnieuw regenvallen in het zuidoosten van Frankrijk, maar ook weer in het noorden van Italië. Nou, laten we eens even naar ons eigen land gaan kijken. Daar gaat de wind dus afnemen. Dat is vannacht al het geval. En daardoor kan er vooral in het binnenland ook gemakkelijk wat mist ontstaan. Bovendien wordt de komende nacht ook echt een stuk frisser dan de afgelopen nacht het geval was. Het wordt zo'n 7 tot 9 graden. En er zijn ook wat opklaringen. Nou, ook morgen staat er dus maar weinig wind. Windkracht 1 tot 3 uit het zuiden. De temperatuur die stijgt naar zo'n 17 tot 19 graden. En de zon die is veel te zien, dus het wordt echt een mooie dag. Behalve dan dat er in de middag, vooral in het zuidoosten, een paar flinke buien kunnen overtrekken. Nou, laten we ook nog eventjes naar de zondag kijken. Die verloopt behoorlijk bewolkt, maar het blijft wel bijna de hele dag droog. Pas helemaal aan het eind van de middag of begin van de avond, dan begint het vanuit het zuiden wat te regenen. Dan hebben we maandag een uitgesproken natte dag met misschien wel hele grote regenhoeveelheden. 10 mm of misschien op sommige plaatsen zelfs 20. De dagen daarna, dan lijkt het weer zich wel weer te herstellen. Ja, tot slot een ontmoeting die je op de Middellandse Zee zou verwachten. Maar dit is gewoon onze Noordzee, voor de kust van Zeeland. Een groep van zo'n 35 dolfijnen zwom mee met een visserkotter uit Den Helder. Nou, deze mooie beelden werden gemaakt door visser Fred Kraak uit Hippolytushoef. Dit was het NOS Journaal van 8 uur, met als belangrijkste nieuws. Op een schoolplein in Voorburg is een 15-jarige jongen doodgestoken. De dader van 16 jaar is aangehouden. En in Nieuwsuur roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het kabinet op om meer woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Dat is om 10 uur op NPO 2. Nog een heel mooie avond en een goed weekend.